We zitten hier in het hoofdgebouw van Snel en Deinzen. Hier vandaan wordt alles georganiseerd, maar zijn nu ook hier gestart in 1990. Het gebouw dateert ook van die tijd. En we kwamen in de loop der jaren eigenlijk wel tot de conclusie dat er wel een renovatie nodig was. Meer aan de noden van deze tijd. We wilden wat meer interactie, dus meer openheid, meer transparantie. En we wilden wat ruimtes hebben waar mensen apart kunnen werken. Wat het project bijzonder maakt voor ons was de hele insteek van het verhaal. Wij hebben gepoogd om een deel van het gebouw die in de bestaande toestand bijna of niet gebruikt werd, doordat het werd afgesloten door een donker wandelpad, terug bij de rest van het gebouw te brengen. Dit in combinatie met de geavanceerde koelplafonds van firma Beddeleem, die ervoor zorgen dat we kunnen klimatiseren, warmen en koelen, zonder dat er in het gebouw ergens radiatoren of convectoren zichtbaar zijn, maakt het echt bijzonder. In dit project hebben wij verschillende zaken mogen realiseren. Het klimaatplafonds gaat over 500 vierkante meter, bestaande uit enerzijds metalen plafondpanelen geperforeerd in combinatie met bandrasters. Anderzijds hebben we ook nog gewerkt met in de hangzone met een geperforeerde gipskartonplafond. Dat is eigenlijk een soort eyecatcher voor de mensen die de zaak binnenkomen. Eveneens stonden we in voor de installatie van een 310 vierkante meter systeemwanden. Het voelt heel luxe aan. Het voelt heel ruim aan, terwijl we eigenlijk dezelfde ruimte hebben, maar het lijkt wel of dat we dubbel zoveel ruimte hebben. We krijgen zeer veel positieve verhalen, ook omdat we nogal wat ergonomische zaken erbij gedaan hebben. Het is een licht concept geworden, heel fijn.